Privacy en veiligheid van speelgoed dat in verbinding staat met internet is een lastig punt. Zo viel na onderzoek pratende pop Kayla door de mand. De Bluetooth-verbinding die Kayla gebruikt is niet beveiligd. Hierdoor kan een vreemde verbinding met haar maken en via de pop kinderen afluisteren en zelfs met hen praten. Het is super om je weer te zien. De Consumentenbond heeft ervoor gezorgd dat de pop in Nederland uit de handel werd genomen. En dat consumenten die de afluisterpop wilden terugbrengen hun geld terugkregen. Er zijn meer slimme apparaten die meekijken. De Consumentenbond houdt dit nauwgezet in de gaten. Ik heb een geweldige dag gehad vandaag.